Los van jullie topseizoen is toch voor u persoonlijk volgens mij een absoluut topseizoen geweest, hè, Lennart. Ik heb uw statistieken eens bijgehaald. 24 wedstrijden, 28 doelpunten. Had je dat vooraf durven dromen of kunnen verwachten van jezelf? Goh, ik denk dat je dat niet zo snel van jezelf eist of verwacht. Maar door de loop van het seizoen heen merkte je wel dat dat altijd gemakkelijker wordt. Ja, dan je medespelers je beter vinden. Maar ik had voor het seizoen gezegd, ik zeg kijk, ik ga tevreden zijn als ik 15 doelpunten scoor. Ja. Wat wel redelijk wat is. Ja, absoluut. Ik denk dat ik daar redelijk snel aan zat. Ja. Ja, maar ik heb eens gekeken naar de vorige seizoenen, 6, en aan de voorbije twee seizoenen telkens 9. Wat op zich niet onaardig is, maar dan ineens van 9 naar 28 doelpunten in 2/3 of 3/4 seizoen. Dat Ja, is toch wel een ja. heel grote stap, hè? Ondanks dat de ploeg natuurlijk sterker is geworden, maar zelfs dan nog. Klopt, klopt, klopt. Maar in de voorbije seizoen ben ik ook niet altijd titularisch geweest. Ik denk dat ik altijd maar 1/3 van het seizoen gespeeld heb eigenlijk. En Ja. dat vooral een wisselwerking was tussen de spitsen die dan er op die moment waren. En van het seizoen ben ik eigenlijk vanaf speeldag 1 titularisch geworden, wat de voorbije jaren nooit het geval was. En ja. Dat is het enige dat je als speler eigenlijk nodig hebt, dat is vertrouwen. Als je dan je eerste match direct scoort, ja, dat is Ja. al vertrokken. Hè. In de tweede match waren dan direct 4 doelpunten tegen Luik. Dat ga ik ook nooit niet vergeten. En dan is het inderdaad, ja, zij vertrokken. Zitten in een flow eigenlijk. Hè. En ja, daar ben ik het seizoen niet uitgeraakt. Want ze zijn tegen mij, had ik er 2 matchen na elkaar niet gescoord. Van ja, man. Diepje. Ja, een dipje of hoe komt het? En ja, de mars nadien scoor ik dan terug. En zo is het eigenlijk gewoon het seizoen gegaan. Ik denk dat ik maar 1 keer 2 matchen na elkaar niet heb gescoord. En voor de rest misschien 1 keer niet, dan terug wel. Dus ja, ik denk ook dat de ploeg mij door en door kent. Dat ik altijd aanwezig ben in de 16. En ja, de aanvoer, de manier waarop dan wij spelen, in welke formatie. Dat mij dat echt ligt. En ja, ze weten perfect waar ik ga lopen, waar ik ga komen. Dus het was echt een genot om dit seizoen Ja, samen te spelen. dat geloof ik. Nu, ja, een spits dat veel scoort, die staat doorgaans redelijk hard in de belangstelling. Veronderstel dat bij u niet anders is. Ik heb gezien nog een contract van een seizoen bij Deins, als ik me niet vergis. Ja. Heb je reden om te vertrekken of zit je perfect waar je bent? Goh, ik zit in eerste instantie zit ik goed waar dat ik ben. Hè. Ik krijg daar vertrouwen. Ik zit daar al mijn 4e jaar, dus ik ken Ja. iedereen door en door. Ik ken de infrastructuur, ik ken alle mensen er rond. Zeker met het project dat op punt staat te gebeuren met het nieuwe stadion en dergelijke. Moet ik Het zeggen. leeft wel, hè? Het leeft hard. Zeker, zeker, zeker. Onze voorzitter. Heeft ambitie en ik denk dat het ook wel nodig is voor terug wat meer supporters naar het stadion te lokken. Want we zitten inderdaad op een locatie tussen Waregem en Gent. Dus ja, dat is al een beetje concurrentie. Maar goed, als je een voorzitter hebt zoals meneer Van de Wegen, dan is dat, ja, daar kun je alleen maar van dromen. Hè. Als je dat ziet in deze tijden bij andere clubs, hoe dat gaat. Terwijl hij nu Absoluut. bij de Nijs, ja, wat hij voor ogen ziet, is top eigenlijk. Hè. Ja. Ja, top. Ja, we zijn er deel van maken, zeker als het zo goed draait natuurlijk, hè. Dus houd ons open voor u en voor jullie dat ook volgend seizoen in een aangename reeks zo zal blijven zijn, Ja, dat zal af te hè. wachten zijn. Hè. En nu nog een paar maanden op uw eentje de conditie onderhouden of de komende weken alvast. Valt dat wel mee of... Nu de laatste dagen, dat is eigenlijk een beetje opruimen en Ja. alles, je conditie een beetje onderhouden. We krijgen ook nog steeds een schema van Deins uit waar dan we ons aan moeten houden. Dat is dan met een hartslagmeter, dat zij gaan er alles opvolgen. Ja. Ik heb mij nu een koersfiets gekocht gisteren, dus ja, Zeg het het wel. doen, hè. Absoluut, ja. Dus ja, we gaan bij ons zo'n beetje proberen onderhouden. Kijk, ik heb daarnet nog een uurtje fitness gedaan hier met nog wat materiaal dat ik hier liggen had. Dus ja, Ja, moet creatief zijn, gaan natuurlijk, lopen. ja, dat is waar.
En zeker nu het competitie niet meer gespeeld wordt, is het echt wel een lange periode dat je moet overbruggen. Hè. Dus, Ja, inderdaad. Het is van maart dat we zo gezegd al stil liggen. Hè. Ja. Dat had ik gedacht. Ja, het is onwezenlijk eigenlijk. En nu moeten we ze proberen redden. Dat is waar. Top. In ieder geval veel succes ermee en bedankt voor uw tijd. Oké, graag gedaan. Okay. Tot de volgende.